Hi daar YouTube en Facebook vrienden. Vandaag mocht ik met mijn maat Jan naar het afwateringskanaal bij Eendjes voor een heerlijk dagje vissen. Aangekomen waren er al wat vissers aanwezig die ook hun geluk wilden beproeven. Gelukkig, iedereen hield afstand van elkaar, toch wel 30 keren toegestaan. Het ging niet heel hard. Na een poosje ben ik bij Jan gaan kijken. En ja hoor, daar ging ze topkrom. Zijn eerste vis. Een hele mooie ouderwetse brazer. Ik dacht, ik ga me snel weer terug, want wie weet heb ik er straks ook één aan hangen. Prompt 5 minuten later, dat ik op mijn plek zat, ging de hengel ook krom. Ook een mooie dikke brazer. Ik had als aas 1 dikke pier met de made als afstoppertje. Op een haak 14 met een meter onderlijn. Soms ging het snel en soms was het weer even wachten. 1 dikke aanbeet gehad en voelde werkelijk als iets heel zwaars. Misschien een karper, misschien een snoekbaars, wie weet. 2 meter naar binnen gehaald en een enorme plons en staart kwam van mijn voerplek af. Pats, hele lijn kapot. Iets was verbouwereerd, een andere hengel ingegooid en na een uur zag ik weer wat aanbeetjes. Voorns vooral. En wat blikjes. Toen kwam Jan even bij mij kijken. Beetje kletsen en ik zag wat tikjes. Jan, zag je dat? Jan keek en bam. Krom was de top. Was een dikke, zei ik tegen Jan. Ervaren zoals Jan is, zag hij eerder dan ik dat het een mooie dikke zeelt was. Dit vroeg om wat aanpassingen. Dit kon wel eens een strijd worden. Na een dikke 5 minuten kreeg ik de zeelt in mijn net. Wat een mooie sterke vissen zijn dat. Ik had een mooie net met wat mooie dikke brazems en Jan die had volgens mij 3 stuks. Vandaag was het geen wedstrijd, maar Jan die gaf hem aan mij. Mooie dag en ik had mij ook wat eerder in moeten smeren. Thuisgekomen en een blik in de spiegel. Een rode tomaat is er niks bij. Tot de volgende keer en niet vergeten te abonneren of een comment te plaatsen. Wordt zeer gewaardeerd.